Bij Pronto Wonen vind je de leukste stijlen en trends. Dus kom snel langs voor inspiratie. Pronto Wonen. Precies zoals jij het wil. Op weergebied hebben we de eerste week van december toch weer van alles metgemaakt. Het begon best wel fris de week met temperaturen onder het vriespunt, dik onder het vriespunt. De maandag zullen we ook niet gauw vergeten, want wij hadden ook echt koud langs de klungels. Maar in de loop van de week werd het allemaal wel weer wat zachter, maar echt veel zon hebben we niet. Vandaag hadden we iets zon erbij. Gaandeweg de dag waren er wel wat meer opklaringen. En uiteindelijk kwam de temperatuur nog uit op een graad of 6 tot 7. En de wind die was in de ochtend matig, windkracht 3 tot 4 en werd in de middag wat rustiger. Ja, opklaring, daar hebben we vanavond en de komende nacht ook mee te maken, maar er zijn ook wolkenvelden, maar zijn de opklaring wat breder, dan koelt het af tot dicht bij het vriespunt en dan kan het ook wat nevelig worden. Op de foto een mooi plaatje, zoals het eigenlijk is, lekkere groen weilanden, zoals hier ook achter. Dat is deze tijd van het jaar nog, want het was eigenlijk nog best wel zacht. En ook ja, een beetje zon, wat donkere wolken op de achtergrond. Kees Dammers heeft er weer een mooie foto van gemaakt. Wil je ook een foto opsturen, dan kan naar foto@gerritsweerpraat.nl. Vandaag staan we op de Laan van Wis in Te Borg en ja, hier ben ik ook al die mooie vergezichten. Ondanks dat toch nog bomen staat, heb je van die mooie deurstijken hier. En normaal in de zomerperiode, als je hier langs komt, dan lopen de koeien hier ook in de wei. En de boer hier doet ook wel eens een keer een open dag organiseren. Maar ja, dat is op dit moment een beetje moeilijk. Maar het zal vast nog wel een keer goed komen en dan gewoon weer ook een stapje verder met de koeien erop te zetten. Het weer voor het weekend, de temperaturen gaan een beetje naar beneden. We beginnen de zaterdag dus met wat nevel, maar dat lost wel redelijk snel op, want er is ook veel bewolking. Er zijn wat opklaringen tussendoor en dan zal de temperatuur uitkomen op een graad of 5. Dat is toch wel het maximum, maar er is minder wind dan vandaag, hooguit windkracht 3. In de avond en de nacht naar de zondag toe, dan zijn er ook wat meer opklaringen. Dan koelt het af tot rond of net iets onder het vriespunt, dan kan het 's morgens wat meer wit zijn. En zondag overdag, ja, de bewolking neemt wel gauw toe. En er zal minder zon zijn dan op de zaterdag. Maar ook de temperatuur blijft dan wat achter met 4 tot hooguit 5 graden. Want die bewolking die hangt samen met wat storingen die dichterbij komen. En de hoeveelheid neerslag die in de Achterhoek kan vallen zal tussen 8 en de 10 mm zijn tot maandagavond. De dagen daarna is het wel wat dreuren, maar er is veel bewolking. Veel zon zullen we niet zien. En als het wat opkloort, dan kan het 's nachts afkoelen tot dicht bij het vriespunt. Ik wens iedereen een prettig weekend en goed gaan.